Ah, nerds. Oh! Oh, dames en heren, ik heb een flesje water in mijn hand en ik doe net alsof dit mijn microfoon is, terwijl hier mijn microfoon staat. Haha, en zo wat ben je komisch. En wie heb ik hier voor me staan? Het is motherfucking Colin! En het is niet zomaar een Colin. En, ik ben heel onzeker nu en zo. Heel onzeker. Colin is gewoon naar de kapper geweest, mensen. En ik laat nu gewoon de webcam van Colin vol in beeld komen. Dus laat even je kopje zien, Colin. Oh, kut. Weet je, door het licht lijkt ik wel kaal eigenlijk. Even serieus, ik lijkt alsof ik kaal word. Ja, aan de bovenkant van zijn hoofd zie je als het goed is gewoon zijn ja, zijn harses. Mijn harses. Maar, jongens, het heeft met de reden gedaan. Want met het YouTube kanaal is het allemaal weer teruggegroeid. Oh, het gaat kijk zo eens. Snel. Tactisch hoor, tactisch. 24 heel dagen tactisch. Trouwens. 24 dagen. Ja, het zo, het duurt niet zo lang meer inderdaad. Totdat het. Wordt steeds dichterbij. Oh, dat is echt leuk! Dat gaan jullie allemaal zien. Oh, en Joe heeft ook gewoon een meet and greet. Ja! En, oh ja, hier naast mij is D. Dat is mijn vriendin. Ja, ze is naast me, want hoe heet dat? We hebben allebei geen telefoonoplader. Alleen ik heb wel zo'n USB-tje aan mijn computer waarmee je telefoon moet opladen. Dus ze moet wel naast me zitten, weet je wel? Want anders kan ze haar telefoon niet opladen. Wat zeg? Pak je niet je BlackBerry op? Ja, het is echt een straf om naast me te zitten terwijl ik opneem, zegt ze. Nee, ze vindt het allemaal helemaal leuk. High five. Kijk eens aan. Oké, laten we beginnen. En ja, ik weet het. Leuk dat Colin er weer is. Colin die kon gisteren niet, dus vandaar dat ik met twee andere douches had gedaan. Wat ik hier heb gemaakt, Colin, aanschouw mijn roddelbaan, of hoe noem je dat? Roddelbaan. Ja, roddelbaan, dat is het. Roddelbaan. Voor de mensen die niet weten wat een roddelbaan is, leg dat eens even uit, Colin. Weet jij dat? Nou, ik weet toevallig dat ze dat hier in het mooie Limburg hebben. Beste provincie van Nederland. En dus het is helemaal niet grappig, dit. Jawel, want ik zei dat Limburg het beste provincie van Nederland was, maar het is helemaal... Oké, okay, maar anyways, het is gewoon maar gewoon een baan. Ja. Een soort slijbaan waar je dan met een karretje ingaat en dan ga je gewoon met 60 km/u of zo naar beneden. Ja, het is leuk. Dit is ook zoiets wat wij maken. Alleen dan is het een soort van tour. En wat nou de bedoeling is, is dat je gewoon verschillende perrons hebt ook, dat je kan uitstappen. En nu heb ik hier al rails. Ik heb ook de vorige keer samen met de twee andere gasten heb ik acacia wood verzameld. Dus dat is in ieder geval relaxed dat ik dat heb. Ik zou jou trouwens even deze pickaxe geven. Heb je nog een pickaxe? Ik heb een pickaxe, maar hij is niet zo goed. Oh, kan je die aan mij geven? Want ik heb deze geenchant voor je, dus die ziet er veel beter uit. Speciaal voor mij. Speciaal voor jou. Oh my god. Ik denk dat als je er één keer mee ging hakken, dat hij al kapot was. Hou op. Nee. Hou op of ik schiet je. Oh, dat had je niet moeten doen, Enzo. Oh. Kom niet in de buurt. Kom niet in de buurt. Oké, dit is 1 vs 1. Wie het eerst doodgaat, die verliest. Die is een loser. Die moet hoeveel levels heb je? Hoeveel levels heb je? 6. Jongen, ik schiet je kapot, jongen. Ik schiet je kapot. Pas op. Hey, vals spelen. Helemaal niet. Oh, ik schoot de blokken. Ik schiet al die bloks eraf. Oh my god. Nee. Oh my god, wat is dit? Dit is mijn laatste arrow! Nee, Enzo! Oh, dit... Ja. Jij leugenaar! Ja, hij is kapot! Nee! Hoezo ga je niet dood? Ik ben een man! Oh my god! Ik ben een man! Fuck, yes! Hey. Wow, je had veel hamburgers bij je, dude. Ja? Holy shit, ja man. En wortels, what the fuck doe je met mijn wortels? Oké, ik moet dit allemaal even gaan terugplakken. Alleen de mensen die nu naar mijn webcam kijken weten wat ik bedoel. Geheimzinnig, Colin. Nou, in ieder geval bedankt voor je zwaard, dat is heel aardig. Hier zat al het cobblestone in. Dus dan moeten we deze... Wacht maar als ik je pik weer een keer ga opblazen, hoor. Wacht maar. En dan, ja, deze moet daar, maar ik weet niet waar is dat... Trouwens, bedoeld gay. Ah, hier zo. Eigenlijk. Zo. Wat zei je? Het klonk onbedoeld gay. Onbedoeld gay? Ja, klopt. Ik... Ja. Wacht tot ik je pik ga opblazen, jongen. Weet ik vaker dat je van die onbedoelde gay dingen zegt? Dan heb je iemand op Skype.
En dan hebben jullie misschien een game die jullie allebei leuk vinden. En dan zeg je, bel me als je zin hebt. Ja, dat zijn wel van die gay dingen, ja. Maar dat heb je dan inderdaad niet door. Het is dat jij nu het zegt, maar... Gaat iedereen durft niet al meer tot te zeggen van... ik spreek je wel. Heb ik er nog meer in zitten? Ja, ik heb hier nog gold. Oeh. Wow. 51, holy shit. Ik ben in één keer level 11, ouwe. Dus dat gewoon nog 51 iron ingots. Mijn levels opgepakt. Zat erin. Ja, en jouw levels heb ik opgepakt. Maar had jij veel levels? Nee, toch? 4. Ah, valt er mee. Oké, deze erin. En deze erin. Wat nog meer? Het zwaardje kan hierin. Oh nee, die geef je straks al terug aan Colin. En voor de rest... cooked chicken is nice. Die doen we even hierin. En dan gaan we echt bezig. Auw, werd ik gehit door jou? Nee. Ik zal even al je spullen geven. Zie ik eruit nu? Je ziet er echt uit als een circusaap. Ik vorm dat ik ook erbij. Oké, dit is allemaal voor jou. Blijkbaar had je dit allemaal nog. Deze mag je allemaal hebben. Zo. Alsjeblieft. Hier heb je ook nog acacia wood, stel voor je wil bouwen. Zo. Oh ja, deze had je ook nog. Een hoofd. Oké, nu alles weer hebt, laten we verder gaan. Het zwaard. Oh, je zwaard. Nee, dat is mijn zwaard nu. Ik had nog geen zwaard, dus dankjewel. En... Oh ja, ik had wel een zwaard. Je mag dit zwaard wel hebben, alsjeblieft. Nope. Wil je niet meer? Heb je nou serieus dat rotte fles opgegeten? Misschien. Oké, kom. Weet je wat mij wel heel erg tof lijkt? Maak zelf wel een zwaard. Ik zat net te denken... Oh, nee. Niet een nieuw zwaard maken. Nee, niet doen. Dat is zonde van de diamonds. Hier. Wat? Alsjeblieft. Yes, oké, weet je wat mij heel erg tof lijkt? Vorige keer zat ik aan de andere kant van deze rodelbaan. Of minecartbaan, of hoe je het ook wil noemen. Dit ziet er ook wel vet uit, het plafond nu. Oh, wat mooi. Oeh. Maar dacht ik van, weet je wat? We gaan gewoon hier een jump maken, gek. Want ik wou nog een jump maken met die minecarts. Uh-huh. En dat wou ik de vorige keer van de andere kant doen. Alleen nu dacht ik van, weet je wat? Waarom doe ik dat niet van deze kant? Want... Maar waar wil je dan landen, in principe? Nou, ik zie daaronder zie ik wat water. Mm. En ik heb geen idee hoe ver dat komt. Oké, maar dan gaan we dus lekker kloten. Dus als wij nou eventjes een baan gaan maken... Want de vorige keer had ik dus gezegd van... Ja, ik kan... Kan ik hierop? Ja, zo. De vorige keer had ik gezegd... En ik zal er even heen gaan. Ja, dit is echt wel nice. Hoe ben je erop gegaan? Oké, nu gaan we heel langzaam. De vorige keer had ik dus gezegd... Dat we daar een jump kunnen maken. Of die kant. Maar waarom daar? Waarom niet... maar waarom niet gewoon hier? Oh ja, dit moest ik nog wel even doen. Heb jij... als een baas. Heb jij een redstone torch? Eentje. Mag ik eentje? Wat wil je ervoor? Wat heb je ervoor over en zo? Een acacia wood. Kijk, want we moeten... Even kijken. Ja, hier zo. Kijk, hier aan de zijkant. Oh, nee. Ik wou... Huh? What the fuck? Welke zijkant? Oh, die zijkant. Ga eens even aan de kant. Sure. Oh, daar. Ja, wacht. En dan? Wacht, loop. Nee, dat werkt niet. Ja, nu moet je oppakken beneden. Kijk, en aan deze... Palen. Faggot. Oh my god, nu kom ik er niet meer in. Oh. Zo, nu kom je er helemaal niet meer op. Oké, nou ja, in ieder geval aan deze kant, daar moet er dus eentje op. Ik gooi hem wel even, hey, even hier. Omhoog. Kom maar, Jens. Oh, kan ik er nu in? Oh, kut. Misschien als je één blokje onder je zet, dat je dan makkelijk één kunt klimmen. Ja, maar doe het hier dan. Zet hem hier neer. Serieus, Colin. Ik rij hier de auto voor. Oké, thanks. Hey. Kijk. Oh! Hier die, kijk. Hier zo. Alleen, oh my god, binnen en afgegaan. Nee? Nee, fuck you, nee! Nee, faggot. Hij valt naar beneden. Maar oké, even serious business. Hebben we nog redstone torches? Ja. Hoe maak je die eigenlijk, redstone torches? Gewoon zo. Ja, met redstone, denk ik. Ja, gewoon hetzelfde. Gewoon een torchstokje. Oh. En redstone. Oké, nou, ik zie er hier nog 11 in. Dus dat scheelt. En... Hoppakee. Oké, dat is nice. Oké, laten we deze kant op gaan. En dan hier zo verderop. Oh my god, ik ben zo noob dat ik daar nog te vanaf val, hoor.
Ik zie het echt gebeuren. Don't do it. Jammer dat we die redstone aan de zijkant niet op een andere manier kunnen wegwerken, weet je wel. Ja, hier maakt het niet zoveel uit, maar aan de andere kant is... Ja, misschien is dit wel vetter, weet je wel, als we het aan beide kanten doen. Oh my god, zo Harry Potter-achtig. Ja. Oké, okay, ja, hier moeten we dus nu een jump maken. Het lijkt me sowieso handig als we deze even weghakken. En als we dit verder gaan maken... Ja, maar misschien een beetje een verhoging maken. Dat is een verhoging. Oh, echt zo'n... Ja, ja. Zo'n schans. Ja. Oké. Okay. En nu? Verder of hoger? Of... Sowieso deze nog hoog. Nee, nee, Hoe zou jij het doen dan? Heb jij vaker zo'n minecart gemaakt dat je zo'n jump hebt? Even kijken. Ja, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Oké. Okay. Volgens mij zoiets. Maar... Ja, okay. Kunnen die daaronder kunnen wel weg zo. Nou, maakt het op deze manier? Ja. Oké, okay, deze. Maar ik denk dat er nog wat... Hoe moet deze omhoog gaan? Ja, leg hem maar erbovenop. Leg hem bovenop. Oh, oh ja. Magie! Ja, oh. Oh. Maar even kijken, nu heb ik 1, 2, 3, 4... wat nou als de Power Drill geeft me die boost? Wat nou als we hier die boost doen dan? Volgens mij moeten we dit makkelijk redden. Dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee om daar nog een boost op te doen. Kijk hoe ver we komen. Ja, maar ik heb nog allemaal Power Drills, dus laten we dit gewoon allemaal verplaatsen door dit. Heb ik een Minecraft? Nee, ik heb... Oké, okay, ik ga hey, straks schieten we daar overheen, ouwe. Maakt niet uit, ik ga... Nee, precies tussen die, boot door. Of tussen die boot, tussen die berg. Oké, okay, ik bedenk me nu alleen, als ik daar naar beneden ga, hè? Ja. Hoe kom ik dan weer terug naar boven? Ja, als je het overleeft. Ja, met ladders. Maar dat zien we dan wel weer. Zal ik in ieder geval... Als jij het redt, dan kom ik wel naar beneden, ja? Met ladders. Dus ik zal die ladders wel even pakken. Of heb jij die ondertussen al? Dat is allemaal voor mijn doet, jongen. Ik heb twee ladders. Oké. Okay. Even kijken. Als het goed is, hier in dit hout heb... Kijk, ik heb hier superveel ladders. Oh, er zit hier ook nog 15 rails in. Nice. Eventjes checken. Wat zal ik nu meenemen? Verder... Verder niks, denk ik. Misschien een waterbucket of zo. Ook altijd handig. Laten we jungle wood planks. Als ik van dit wood die trap naar boven maak. Is op zich wel vet, toch? Want dat moet natuurlijk ook in stijl, hè? Ja, maar ga je hem dan... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, interieur designer en zo. Ja, kijk. Het ziet er wel grappig uit. Zit je ook echt zo... Wat grappig. Ja, weet je nog MSN taal? Dan typ je gewoon hahaha. Maar hoe vaak in die tijd... Is dat niet ook op WhatsApp en zo? Ja, dat wou ik zeggen. Hoe vaak als jij hahaha typ, lach jij ook daadwerkelijk? Volgens mij is dat zo weinig, hè? En zo en ik sturen jullie van elkaar spraakberichten. Daar zit nog emotie in. Ja, mensen sturen inderdaad heel vaak spraakbericht. Oké, schatje, voordat ik het via spraakbericht doe, kom met me mee. Oh nee, blijf jij daar maar daar. En dan jij komt daar op, hè? Oké, cool. Dan ga ik het... Wacht nog even tot ik hierboven ben, hoor. Zo... Oh ja, hoe moet ik hier nou eigenlijk omhoog? Moet ik even een ladder maken hier? Anders kom ik niet omhoog. Oh, als een baas deed ik dat. Oké, ik ga wel gewoon hierop staan. En dan ben ik benieuwd of jij het gaat redden. Ik ben ook heel benieuwd of ik het ga redden. Colin! Ja! Ben jij er klaar voor? Nee, nog niet. Oh. Ik krijg een kansje hier. Ja, hij zit erop. Oké, ik zit erin. En zo. Okay. Colin! Ik heb mijn helm op. Oké. Inderdaad. Heb je alles aan? Kniebeschermers, elleboogbeschermers. Heb jij een helm op? En ik heb een gekookte kip in mijn hand. Oké, ik heb een verbanddoos. Colin, 3, 2, 1, start the adventure! Tam ta 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 tam ta 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 tam ta 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 la! Holy shit! Hoe kon je dat niet overleven? Je viel perfect in het water. Ik viel niet in het water. Ik viel echt net op de oever. Hij moet nog één blokje naar buiten. Hij moet nog één blokje verder? Ja. Oh my god, allemaal skeletons hier. Ah! Ah! En zo ja. Ga dood. Moet hij serieus nog één blokje verder? Ik heb nu twee blokjes verder, ik zweer het. What the fuck? Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dan kunnen we deze op zich wel weghalen. Zo. Ah, mijn power drill. Ah! Oké, en dan. Zo. En dan plupsakee.
En dan doen we deze hier. Kijk, want als het goed is, 6 redden we. Ja, 6 redden we. Oh, dit moet trouwens even anders. Kijk. Slim van mij dit. Of ja, slim. Deze moet zo. Kijk. Dan krijg je die rails goed in ieder geval. Oh nee, dit is weer de verkeerde rails. En zo lekker bezig. Je bent en zo lekker bezig. Zo. En dan nu die redstone torch. Bam! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, zelfs, nice. Zelfs zonder die torch redt hij dat. Oké, okay, ik denk dat dit wel nice is zo. Hé, hey, zullen we hem niet even eentje hoger maken? Zal ik hem anders even testen of hij het nu doet? Ik ga even mijn spullen pakken. Oké, okay, ik ga hem testen. Maar, hé, hey, is het niet zo, dat schiet me opeens weer, is het niet zo dat als jij als jij in een minecart zit en je wilt het overleven en je valt in het water, dat je uit die minecart moet gaan? Oh, niet ontploffen. Ik heb geen idee. Volgens mij, als jij blijft zitten, ga je sowieso dood. In die minecart. Ik weet niet of dat werkt. Je kan het proberen, ik ben hier beneden, dus jij bent daar? Ik ben er nu, ja. Ik heb mijn spullen in ieder geval. Oké, okay, cool. Dan kom ik er nu aan, ja? Ik heb een power drill! Ja, die liet ik vallen. Oké, okay. Oh, oh! Oh! Colin, ik kom eraan! Oh! Ik zie het. Je gaat het halen! Oh! Hij is dood! Zie je? Kan ik tussen zijn XP oppakken? Zie je, ik wist het. Je moet eruit springen. Dat is me een keer verteld door iemand. Ik weet niet meer wie. Dacht al. Dat kan niet. Daar moet je uit. Oh, dus wel chill dat ik hier een keer een trap heb gemaakt. Kan ik helemaal zo naar boven. Hoppakee. Ja, als het goed is ben ik binnen no time bij jou. Dat scheelt. Oh, fuck you. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik werd er bijna afgeschoten door zo'n fucking kid skeleton. Oké, en nu begint het avontuur. Kijk dit veranderen, die kleur hier zo. Oh my god. Komt u nou serieus achter me aan? Oh, ja, yeah, fucking faggot. Ja! Het is maar goed dat ik er niet langer op bleef staan. Jij pakt de spullen zelf op. Dan ga ik op een avontuur dat ik naar boven moet klimmen. Ja, ik kom er nu aan. Hoe ben jij hier naar beneden gegaan? Oh, jij bent hier gewoon gesprongen, denk ik. Oh shit. Ah, dat red ik wel. Ploem. Kijk eens aan. Kijk, als het goed is, hier liggen mijn spullen. Of was het hier wel? Oh fuck, was het hier wel? Zeg maar, als je jouw standbeeld ziet, moet je naar links. Ja, dat snap ik. Ja, ik zie jou al. Ik zie jou al. Eens kijken of dit ergens op uitkomt. Anders ben ik gefukt. Ah, ik heb hier acacia wood. Oh, dat water waar je nu in zit. Mm-hmm. Ik wil kijken waar dat op uitkomt. Oh, hier liggen mijn spullen. Ik zie het al. Oké, we moeten dus sowieso uit dat karretje gaan. Dat ja, is misschien is het idee om de volgende keer zonder spullen te proberen. En dan gewoon, fuck it. Want we hebben allebei nu toch geen levels meer. Nee, dat is waar. Hey, zal ik meteen die ladder maken? Kun je doen. Even kijken. Hebben we nu... We kwamen wel op de perfecte plek, hoor. Even zo ja, dat wel, maar... Misschien is het ook een idee om die rails daar op beneden al te leggen. Misschien dat je dan ook niet doodgaat. Gast, kunnen wij niet hier die rails afmaken? Dat als we naar beneden vallen, dat we weer op die rails verder gaan? Ja, dat zeg ik toch? Oh, dat bedoel je? Ja, en zo, je begrijpt me nooit. Kun je het doen, want in principe... Je valt net precies in het water gewoon. Ja, echt precies. Hey, kan je trouwens even een schep naar beneden gooien? Ik ben nog niet eens boven. Oh. Oké, ik denk dat ik die ladder zo ga maken hier. Oh, ik moet iets meer hierheen. Ik denk dat ik die ladder zo ga maken. Als ik hem zo ga maken, dan kom ik... Oh nee, ik moet deze. Trouwens joh, ik heb een vraagje eigenlijk aan jou. Ja, wat ga ik diep naar beneden? Ik word gebeld. Of niet? Nee, ga je diep? Nee, ik word gebeld of niet? Oh, nee, ja. Sorry. Terug naar wat ik wil vragen. Ja. Hoeveel likes hebben we eigenlijk op de make-up challenge? Ja, volgens mij hebben we het niet gehaald. Maar we hebben wel veel. We hebben wel veel gehaald, maar we hebben het niet gehaald. Jammer, maar. Ik had eigenlijk wel zin om op te maken. Nee, het was ook wel heel veel hoor. 15.000 likes. Ik ben benieuwd. Ja, maar of je kreeg er wel echt iets voor terug hoor. Ja, dat wel, dat wel. Oké, wacht, we moeten hier even op. Zo. Oh my god. Oh my god, het eindigt nergens op. Serieus niet? Oh my fucking god. Ja, ik ben hier alvast. Oh nee, oh my god. Ik ben hier alvast die ladder aan het maken.
Ja, ik kom weer naar beneden hoor. Fuck hoe vaak zeggen wij trouwens oh my god in een aflevering? Volgens mij ook geen echt idee. Heel erg. Ik kreeg de laatste reacties van iemand, want ik zei het in een vlog van mij. Zei iemand, oh my god, je bent echt een Enzo-na-aper. Omdat ik oh my god zei. Omdat je oh my god zei? Ja. Ik dacht zo, wow. That escalated quickly. Oké, ik ga een jump maken. Word je bang van de krat? Oh gast, je bent serieus helemaal naar beneden gegaan ook nog. Ja, ik kwam niet, ik oh my kwam god. Niet verder. Oh my god. Plop. Als ik hier sta, kan ik wel goed hakken. Ja, nice. Ik kan naar je rokje kijken. Oeh. Hey Colin. Nee. Oh. Twee hartjes. Twee hartjes. Fucking hartjes. Nice. Oké. Hoe ga ik dit doen? Ik ga dit zo doen. Nee, niet zo. Hoppakee. Hey, wat nou als ik jou die ladders geef en als ik hier naar boven ga? Dat is een goed idee. Oh my god. Teamwork all the way. Oké, ik gooi ze naar beneden, ja. Heb je het? Oh my god! Heb je het? Ja. Ik zie hem verwisselen van de items. Ja, je hebt ze. Nice. Hoppa. Oh, het is hier heel donker. Oké, haal die blokken maar boven je vandaan. Oh, dirt hakken met een pickaxe. Fucking overpowered shit. Balling. Hoppakee. Oké, volgens mij hebben we nu meteen een goede ladder dan. Oh, je bent zo langzaam. Hè? Oh my god. Shut the fuck up. Colin! Oh my god. Ik heb niet zoveel blocks meer, ouwe. Ik heb serieus... jongen, dit gaan we net niet redden, denk ik. Ik heb nog 16 ladders. Ja, gast, dit 13, gaan we denk 12. Ik... Dit gaan we net niet redden, denk ik. Oh my god. Oh my... Oh, net niet gewoon. Echt niet? Nee. Ik heb nog 3 ladders. Ik heb nog 1 blok. Dat was de laatste blok wat ik had. Ik heb nog wel meer ladders. Dat wel. Nou, wacht. Oké, later. Oh, ja, oh, ik heb het gered. Wat doe jij? Dat je moet zien. Gooi de ladders. Neem je tijd door en zo. Dat ik wat beter doen of zo. Oké, dat was het. Ik ga even nieuwe bloks halen. Blijf je wel staan. Wacht maar. Wacht maar. Jungle woodplanks waren het toch? Dacht ik zo. Ja, deze in ieder geval. Ja, misschien even een trappetje mee. Oelalala, oela, oh la la. Kan je het nog allemaal handelen? Oelala, la 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 la. We zijn echt vreemd, zegt D. D, je bent zelf vreemd. D, je bent zelf vreemd. Je haar zit echt niet vandaag, zegt Colin. Shut the fuck up. Kom hier, zeg! Wist je dat ik nu echt op een aap lijk als ik dat doe? Ik besef me dat net, nu lijk ik echt op een aap zo. Oh shit. Nee, niet weer dingen in mijn neus stoppen. Hé, maar ik lijk nu echt op een aap. Als je dit daar terug ziet, dan denk ik, oh my god, wat een aap. Soms is het wel grappig als ik de video aan het editen ben en dan zie ik jou gekke dingen doen. Vooral voor de opnames doet hij hele spannende gekke dingetjes. Oké, weet je wat ik hier ga doen? Dit is echt fucking cool, let op. Oh my god. Oh my god, dit is zo cool. Waarom klim ik eigenlijk sneller omlaag dan omhoog? Oh my fucking god, dit is zo cool wat ik hier doe. Oh, maar het komt niet echt goed uit. Oké, wacht. Jullie hebben niks gezien. Snel weghalen voordat Colin het wel heeft gezien en gaat fucken met mij. Zo. Oh, what the fuck. Holy shit. Maakt niet uit, Enzo. Ik vang je op. Ik ben hier. Ik vang je op. Als het goed is, ga ik het nu wel redden. Yeah. Oh, fuck. Nee. Oh my god, ik ben echt niet goed in calculaten. Ben je nog eentje? Rekenen heet dat. Oh, waar was je wel goed in op de basisschool? Want rekenen kan je dus blijkbaar niet. Gast. Niet zo stom doen, oké? Oh, poepie. Oh. Gooi eens wat ladders naar beneden, schat. Oh my fucking god. Gooi wat ladder. Oh, als een baas heb ik dit gefixt. Gooi wat ladders naar me toe. Gooi wat ladders. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, nu kan ik zo laten vallen en dan daarna weer zo. Oh. Oh, wat vind jij ervan? Geweldig. Fucking cool.
Echt, Enzo? Meen je dit? Ah, gast. Heb je scheet gelaten? Ik zat in je kont, ja. Wat? In? Oh my god, ik heb een half hartje! Een half hartje? Ja! Ja, Dave vond het grappig. Hé, hey, kijk wat ik hier heb gedaan. Daarna heb ik een trappetje gemaakt. Nee, ik hoef hem niet te zien. Ik wil eerst eten. Oh, Colin is een beetje bang. Maar dit is het eerste exemplaar van... Oké, okay, we gaan nog één keer proberen. En dan gaan we samen. Kom, laten we samen gaan. Hé, hey, misschien moeten we wel twee rails maken, hé. Hey. Twee naast elkaar, zodat we samen kunnen. Dat is echt het meest gay wat ik ooit heb. Waarom maken we altijd zoveel dingen wat gay is en zo? Maar oké, okay, kom met me mee. Dat is ook gay, maar ik bedoel kom gewoon normaal. Kom je met me mee of ben je gay? Oh. Aha. Dit moeten we ook nog allemaal een beetje wat groter maken. Ja, er moet ook een trapje komen, zeg maar, voor op de rails te komen, want... Ja, maar als we een klein perronnetje maken, dan maken we wel zo'n soort heel klein huisje. Waar je met zo'n trapje omhoog kan, weet je wel. Oh, en zo heeft ze de toekomst uitgestippeld hoor, jongens. Oh, je mond. Oké, ik ga hier zitten. Zal ik je duwen, Enzo? Nee, we gaan samen. Oké. Okay, nee. Ik wil niet. Oh my god. Oh my god. Mijn karretje, nee! Karretje, kom terug! Nee! Ik meen dit niet, karretje! Nee! Oh, yes, hij komt... Oh, nee! Karretje! Oh, ik heb het daar terug gaan zien, jongens. Oh my god! Nee! Nee! Is mijn karretje weg? Mijn karretje heeft een eigen weg gekozen. Oh my god. Nee, Colin... Mijn karretje is weg. Moet je nieuwe voor je maken? Nee, ik heb nog één als het goed is. Oh, ik heb er nog drie. Oh, oké, fuck dat wat karretje. Wat een pimp is die Enzo, hoor! Oké, we zetten het tegelijk neer, want anders dan gaat hij alvast weg. Oké, zet hem neer. Je moet iets verder. Haal hem weg. Nee. Okay. Hij blijft. Oké. Ik zit hier. Oké, jij zit erin. Oké. Oké, wacht. Oh, huh? Wacht. Oké. Nee! Oh, nu zitten we tegen elkaar. We zaten zo lekker dicht bij elkaar, Colin. Nee! Oh! Jij legt hem daar neer. Dude, ga kapot. Oh my god. Ja, oké, dat karretje gaat er ook vandoor. Laat maar zitten, hoor. Ja, mijn vriendin moet zelf... Zo hard lacht ze erom. Oké. Ik zet nu mijn karretje neer, Enzo. Oké, zet hem maar neer. Oké, ik haal die weg voor de zekerheid. Oké, zet hem maar neer. Mijn karretje staat. Mijn ook. Oké. Huh, what the fuck? Oké, ik zit erin. Oké, zullen we gaan? We gaan! Duw mij, Colin! Dude! Oh! Oh, Colin! Je moet wel uitspringen, hè, van tevoren. Oké. Huh? Oh my god, het karretje is hier nog! Nee, no! Jij gaat veel verder dan ik! Oh my god! En nu eruit! Oh nee, ik heb het geen eens gered! Oh, ik wel! Ja! Yes! Yes! Als een motherfucking baas! Oh, fuck jou en zo! Fuck jou! Oh my god, ik heb het geen eens gered. In ieder geval, dit was het einde van de aflevering. Oh, ik ben zo baas! Hopelijk vonden jullie het een leuke aflevering. Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer Minecraft Survival. En Colin's kanaal staat uiteraard ook in de beschrijving. En hopelijk vonden jullie het tof. Wij gaan meer afleveringen en zoveel mogelijk afleveringen met elkaar opnemen. Ik merk gewoon echt, en ik had het nooit verwacht dat het zo erg zou zijn. Kijk, want weet je wat het is? Toen ik deze serie begon, was het echt zo van... toen vroeg ik aan mijn kijkers van, wie zou ik uitnodigen? En toen was het een keer Ronald, toen was het een keer Vincent, toen was het met Project Minecraft. Ja, begon ik. En toen werd het steeds meer. En uiteindelijk Milan ook een keertje, Don, wat mensen van DHD. En uiteindelijk toen... Oh, je kan ook gewoon via hier heen. Oh, lol. En toen... Ja, toen deed ik het een keer met Vincent nog een keer, met Colin. Met Vincent vonden jullie het heel erg leuk. En toen heb ik het uiteindelijk een keer met Colin gedaan. En ik weet eigenlijk wel tot mijn verbazing, want ik had nog nooit met Colin opgenomen of wat dan ook, hè. Nee, maar mensen vragen ook heel vaak, hoe heb je Enzo leren kennen? Dat heb ik nog nooit verteld. Nee, maar dat is misschien wel leuk voor een andere keer om dat te vertellen. Alleen, we bewaren de spannende verhalen.
Heb jij items van mij opgepakt? Yep. Want ik ging niet dood. Oh. Maar het is dus zo dat... toen deed ik het gewoon een keertje met... Auw. Toen deed ik het gewoon een keertje met Colin. En dat, ja, dat vonden jullie zo leuk. En sindsdien doen we het eigenlijk altijd samen. En als ik één keer niet Colin doe, dan... Iedereen die raidt hem zowat helemaal. De hele reacties. Oh my god, waar is Colin? Dus... ja, hier hebben jullie Colin! Potverdomme. In ieder geval... Wow. Jij ging een beetje scheef. De volgende aflevering zal ook weer met Colin zijn. Bedankt allemaal voor het kijken. En ik check jullie morgen! Dus zeg jij nog maar. Je mag één woord zeggen. Je mag één woord zeggen. Wat wil je zeggen? In de microfoon. Ja, snap ik. Dat zijn vier woorden, hè? Vier fucking woorden! Dat zijn vier woorden. Je zei, ik moet even nadenken. Je moest één woord zeggen. Ja, Colin moet gewoon lekker zijn bek houden. Oh. Dat zijn ook een vijf. Wat de fuck is dat? Vijfdom of zo? Oké. Laat Colin maar eerst, want Colin zegt iets kuts. En dan kan ik daar iets kuts op terug zeggen. Oké. Dus jullie, dis elkaar met één woord, oké? Geef me dan wel even. D, kan je hem horen? Oké, D kan je horen, ja. Oké. D, ik vind je heel aardig. Nee, je moet één woord zeggen, sukkel. Oké, aardig. Nee, wacht. Oh my god, jullie moeten elkaar uitschelden. Dit is een dis. Je gaat toch niet zeggen dat ze aardig is? Oké, dit is een dis. Ja, dus je moet één woord zeggen. Geef me de beat. Ah. Nerd. Oh! Yes! Oh, hij zei nerd. Oh, wacht, ik weet nog een hele goede. Nee, het mag niet meer. Colin. Oké, kom. Wat zeg je erop terug? Kaal. Oh shit. Ik ben niet kaal. Oh shit. We sluiten de aflevering af. Oh shit! Oh shit! Knol Power.